Zo, vandaag onze eerste dag op het Indonesië. Ja, mogen we wat gaan eten? Natuurlijk mag dat. Hi, ik ben Samira. Ik ben de populairste meid hier. En wat is jullie hier? Wat zien jullie er nerdig uit? Nou, wat aardig. Ja, ja, lekker aardig. En ik ga op Star. Prima. Wij gaan wel op onze eigen paarden die we mee hebben genomen. En dit zijn mijn rijke huismoeder en vader. Alleen je vader staat hier. Oh, wacht even. Goed, zijn mamie staat er nu ook bij. Zie je, dat klopt. Ja. Wat zijn jullie nerdig? Jullie lijken wel rare takkies. De rare wat? Rare wat? Takkie. Takkie? Oh, wauw. Dat is heel arrogant gezegd. Weet je dat wel? Ja, het kan mij het schelen. Ik ben arrogant. Oh. Meiden, ga jullie maar naar de paarden. Ga maar naar beneden. Oké. Jullie dochter weet vast niet dat ze vandaag ponykamp is. Maar dat is ook niet bestemd voor haar. Daar is ze veel te dom voor. We hebben niet één dochter, we hebben er twee. En plus, zij weten nog niet echt te veel van. Maar ze zijn hier de eerste dag. Dus ze hoeven ook nog niet per se mee te draaien, want ze hebben hun eigen paarden. En daar gaan ze mee rijden. Mevrouw, wat onbeleefd! Vond je dat onbeleefd? Kijk eens hoe jij dat doet. Nou, prima. Ik ga er vandoor, want mijn dochter roept me. Prima, Mami. Ga maar weg. Mami. Kom maar aan, schat. Waar zit de dochter? Wat is er hier aan de hand? Ik wil graag op ponykamp. Ja, dat kan niet, want jullie hebben niet ingeschreven. Kan ik echt niet nog even mee? Sorry, maar dat kan niet. Daar moeten we ook voor betalen en dat hebben we dus niet bij ons. Dus dat kan echt niet. En je bent ook veel te laat. Ik zou niet weten hoe je dan nog op de laatste moment nog kunt inschrijven voor ponykamp. Nou, dan ga ik toch gewoon achtervolgen. Dat zou ik maar even niet doen. Blijven jullie maar gewoon bij de bakken. En laat de anderen maar even met rust. Nou, dan gaan we ze uitzwaaien. Daar dat is een goed idee. Dat kan wel. Doe maar. Nou, veel succes met rijden. Het gaat niet al te ver weg. Blijf gewoon in de bakken. Oké. We gaan. Doei. We gaan op iedereen instappen. We gaan naar de ponykamp. Doei iedereen, veel succes op ponykamp. Doei. Kom weg, ga die jongen te doen. Doei iedereen, veel succes. Doei. Doei. Weg naar ponykamp. Komen ze allerlei dingen tegen. Hekjes. En allerlei dingetjes. En ze zijn er dus bijna. Jongen, zullen we hier gaan kamperen? Dit lijkt me een mooie en geschikte plek. Ja, want er staat dan een tent. Dat lijkt me een goed idee. Jongens, alles even uitpakken. We gaan hier kamperen. Zet hier die trailer maar aan de zijkant neer. Dan gaan we ten goed. Gaan we naar de ponykamp staan. Oké, wat gaan we doen? We gaan alle paardjes uit de trailer halen. Dit heb ik nodig. Zo, en dan gaan we allemaal in de rij staan voor ponykamp. Het gaat beginnen. Iedereen, ga maar in de rij staan, want dat is helemaal nodig. Want anders weten we niet wie dan wel het paard heeft en wie nog niet. En wie dan wel al onderweg is en wie niet. Dus even in de rij staan en even blijven wachten. Zo iedereen, jullie staan mooi netjes in de rij. We gaan voorzichtig naar de ponykamp zelf toe. Maar we moeten nog eventjes wachten op een meisje. Want die heeft een karretje met een paard. Want die mag niet rijden helaas. Dus, maar omdat ze toch mee wou, kunnen we het dus ook zo regelen. Dus we moeten nog even wachten. Oké. Zo, iedereen is er klaar voor. Het meisje zit in de kar. Iemand moet even zijn pony opofferen. Want hij kon er niet. Er kon niet nog een pony mee. Dus we moeten het eventjes zo doen. Is iedereen er helemaal klaar voor? Ja. Goed, dan gaan wij rustig naar de ponykamp zelf toe. Gaan we gewoon lekker stappen.
niet gaan dragen, want er moet ook nog buggeleiders verder mee. Hey, niet helemaal voortdringen, want dan kan een ander ook nog schrikken. Wat hebben jullie nou weer gedaan? Auw, mijn been. Goed, kom eens over eind en gaan we verder. Iedereen rustig aan, lopen en niet te snel. Dus en vooruit. Beetje sneller. Ja, we moeten allemaal even naar ponykamp toe. Oude spullen. Voor die heklangs, anders past het niet. Ook voor de kaart is het heel moeilijk om voor die hek langs te gaan. Maar goed, hij kan er wel voor langs. Dat is het tweede kachetje. Ook geldt het voor de paardjes. Goed zo iedereen, nu is iedereen er langs en nu kunnen we naar de kamers toe van de ponykamp. Je paarden gewoon even aan het hek vast daar, dan daar kunnen ze dan staan. Nou, ik wil de mooiste kamer hebben, samen met Sophie. Iedereen die krijgt een kamer, niet allemaal een aparte kamer. Je moet allemaal met drie personen slapen, dus dat wordt dus twee kamers voor jullie, of drie kamers. De begeleiders gaan ook allemaal eigen kamers, dus zoek een leuke kamer uit, maar wel met drie personen. Dus. Zo. Iedereen is weer weg. Iedereen is dus naar hun eigen kamer om hun spullen uit te pakken. Ik zal even naar de tent gaan, want alle kinderen hebben morgen een wedstrijd met de ponies. Goed idee. Ik lag hier net zo lekker en dan moet ik weer helemaal staan. Moeten allemaal even komen. Als ze me horen, überhaupt. Wat is er aan de hand? Niet zo veel. Oké, jullie zijn mooi op tijd. Goed zo. Waar is Sophie? Zij moet al de bak in. Mooi. 1. Je moet 3 sprongen doen. Oké, nou goed. Moet het heel snel? Ja, het moet heel snel. Dus veel succes. Dank je. Wat zit er met mijn hand in? De volgende is... Amy! Goed zo! Ik sta nou allemaal vast klaar. Ik ga deze. Ik ben Amy en ik ga dan 6 springen voor jullie. En ik hoop dat ik een prijs win. Goed zo! Volgende! Wie is dat? Dat is Lisa. Goed zo, Lisa. Ik sta allemaal vast klaar voor. Ik ga beginnen en ik hoop dat ik win. Yay! Ik hoop dat ik win. Stem op mij. Okay. Nu dat alle deelnemers hebben gesprongen, kunnen we eindelijk beginnen met de prijsuitreiking. Wie heeft uiteindelijk nu het prijs gewonnen gewoon? Wat voor prijs is dat toch vandaag? Nou, dat laat ik nu zien. Op de achtergrond zie je een hele mooie gouden beker. Die is dus te winnen. Wie gaat er winnen? Nou, dat zie je nu. We gaan nu vertellen... Wie er op de derde plek staat. Wie staat er op de derde plek? Dat is Amy. Goed zo, Amy. Gefeliciteerd. Je krijgt van ons straks nog een liedje. Ja. Wie er op de tweede plek staat. Wie is dat? Dat is Romy. Goed zo, Romy. Kom maar naar voren. En wie staat op nummer 1? Lexi! Lexi staat op nummer 1. Zij heeft gewonnen
En zij krijgt de grote beker. En de rest krijgt gewoon een lintje. Ja, degene die er nog staat, krijgt een lintje. De rest die krijgen iets anders. Wat speciaals. Die dat de andere. Goed zo. Jullie hebben gewonnen. Jullie kunnen mooi met een grote prijs naar huis. Hopelijk doen jullie weer met de volgende keer weer mee. Tot gauw! Goed zo, dus degenen die hebben gevolgen zijn deze drie. En die blijven nog eventjes, want er is natuurlijk altijd feest. Oh ja, yeah, ik heb gewonnen! Wat duurt dat toch lang? Waar zijn ze toch? Het is niet meer normaal hoe lang ze moeten wachten. Oh, we zijn er weer. Hé, dat werd tijd. Want jullie deden het er steeds langer over. De anderen komen nog. Nee hoor, de anderen komen nog. Want er heeft ook natuurlijk iemand gewonnen en die heeft een feestje. Dus we zijn nog lang niet klaar. Nou, ik heb nu even mijn hoed afgedaan. Want ja, het is natuurlijk heel speciaal. Maar hier zijn ze weer. Alle meisjes van Ponykamp. En we gaan nog even een keer de prijsuitreiking doen. Maar dan met de ouders natuurlijk bij. Er zijn nog wel meer, maar die komen straks nog. Oh, wij hebben nu weer een prijsuitreiking. Hier liggen drie lintjes voor de anderen. Hier liggen drie lintjes voor degene die gewonnen hebben. Nou, we gaan dus nu beginnen met de prijsuitreiking alweer. De tweede. Maar dit is ook voor meer mensen die erbij zijn. Goed, laat iedereen maar komen. Oh, we gaan weer beginnen met de prijsuitreiking. Hier liggen drie lintjes voor de winnaars. Hier liggen drie lintjes voor degenen die ook gewonnen hebben, maar net niet in de top 3 zijn gekomen.